Het zou beter zijn als de regering een seminar zou houden over de plannen om verandering te brengen aan de personeelswet van de ambtenarij. Dit seminar zou een betere aanpak zijn dan wat nu door de Nationale Assemblée wordt geïnitieerd. Ronald Hooghaart deelde deze visie als voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, vandaag tijdens een persconferentie op het hoofdkwartier van de vakorganisatie. 21 december hebben we een brief hier ontvangen met de uitnodiging dat we gistermorgen, dus donderdagmorgen, om 9 uur werden uitgenodigd om te praten met de vaste commissie van DNA onder leiding van voorzitter E. Carto. Waar heb ik die brief? Is niet hier. Oké, onder leiding van voorzitter E. Carto. Mijn heren, en uit respect en ook om duidelijk te maken wat er aan de hand is, zijn we er geweest als CLO. We hebben natuurlijk ook de call meegenomen, want we vinden dat de politiek, de vakbeweging, de afgelopen jaren te veel heeft verdeeld. Er is een vorm van verdelen heersen in die hele samenleving. Hooghaart merkt ook op dat hij samen met de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, de COL, wil opschieten in deze kwestie, omdat hij van mening is dat de vakorganisaties één groep vertegenwoordigen en één taal moeten spreken. De vakbondsman stelt dat hij gemeend heeft om de media te informeren over het onderhoud van het gesprek met de vaste commissie van Binnenlandse Zaken onder leiding van PL-assembleelid Evert Carto, zodat de samenleving weet wat de ontwikkelingen zijn. Wat we zien gebeuren is dat ik de voorzitter van de vaste commissie gevraagd heb de meeting uit te stellen. Omdat we niet op woensdag een brief kunnen krijgen om op donderdagochtend 9 uur aanwezig te zijn zonder informatie waarover we zouden praten. En daar zie je eigenlijk de misdadigheid van de verhoudingen voor wat betreft de machtsverhoudingen in dit land. Want anderen worden uitgenodigd en ze begrijpen niet dat het een scenario is. Ik ben van oordeel dat het een scenario van de regering is om in feite in elk geval de exponenten uit de vakbeweging met elkaar op de vuist te zien gaan. Want als wij zeggen, we hebben geen informatie, en blijkt dat anderen wel degelijk delen van die informatie hebben, dan is het een scenario. Hooghaart zegt dat hij samen met de regering en de overige vakbonden in één richting wil denken. De huidige personeelswet is een hele goede wet. De vakbondsman snapt daarom niet waarom de staat daarin veranderingen wil aanbrengen.